Het is vandaag maandag 19 oktober en ik zit tegenover Jan Verheijen via Skype. Welkom Jan. Dankjewel Fokke, dankjewel. Wij zitten hier omdat we het gaan hebben over jouw geweldige boek Alle Remmen Los. Vanaf wanneer te verkrijgen in de winkel? Laten we gewoon dat praatje al ver... Dan hebben we dat al gehad. Zo ongeveer nu, denk ik. Zo ongeveer nu zou het in de winkels moeten liggen. En natuurlijk ook op alle... Wat is het? Bol.com's en Amazon.nl's enzovoort enzovoort. Precies. Dus nu in de winkel het boek Alle Remmen Los. Met de misschien wel beste ondertitel aller tijden. Seks, sadisme en swastika's. Ja, een onweerstaanbare combinatie lijkt mij dat. Ja, lijkt mij ook. Zijn er... een afdaling in de riolen van pulpcinema uit de wilde jaren 70. Ja, want, en dat is natuurlijk voor ons, mensen die jou een beetje volgen, is dat geen verrassing. Want we kennen jou ook van de, ik heb de twee DVD's ook, de Nacht van de Wansmaak. Ja. Dat doe je eigenlijk al een hele tijd. Dus jouw fascinatie met dat onderwerp is, is gekend eigenlijk. Maar nu dan een heel boek erover. Ja, omdat ik dat al lang wou doen. En ook omdat dat in ons taalgebied nog niet bestaat. Enfin, ook niet de specifieke benadering van dan de jaren 70 te nemen. Dat bestaat bij mij weten ook in andere taalgebieden niet. Maar in het Engels bijvoorbeeld zijn er best wel veel boeken verschenen van andere mensen met afwijkingen zoals ik. Die het hebben uitgebreid en liefdevol over al die mislukte en bizarre en van de pot gerukte en aanstootgevende films uit de filmgeschiedenis. Nu. Voor zover ik dat weet, ik heb een paar van dat soort boeken, maar die zijn eerder beschrijvend. En jij geeft wel meer ook jouw visie op die films, hè? Jouw mening erover. Hè? Heel veel van die boeken zijn heel... Ik heb een aantal van veel plaatjes. En, ik heb dit ook bijvoorbeeld, de video nasties. Ze zijn gewoon alleen die rare DVD of video VHS, hoe ze allemaal van die raarste films... Nou, en daar staat voor de rest geen tekst bij. En meestal zijn die zo van, dat jaar die film. Maar bij jou is het veel meer ook wat je ervan vindt. Hè? Nu vind ik meningen op zich overschat. Maar het is natuurlijk ook een beetje mijn reis door mijn jaren 70. En zelf vind ik het, ben ik ook wel het soort filmliefhebber dat ik leuk vind om met mensen als jou of Sven de Ridder of wie dan ook uitgebreid en... Laten we wel wezen, volslagen zinloos, eindeloos door te zemelen over allerlei films. En dat is op zich wel leuk. Dus ik dacht, ik moet mij met dat boek wel een beetje onderscheiden. Dus het is wel, ik vind het ook best wel onderbouwd. Het heeft zelfs bij momenten enige sociologische ambities. Maar af en toe permitteer ik mij ook een mening die ik ofwel subtiel laat doorschemeren... ofwel met de botte bijl er even in hak. En dat doe ik heel bewust, omdat ik weet, als ik een sneer geef richting Dario Argento, wat toch een beetje een halfheilig huisje is in de horrorwereld, dan gaan een aantal mensen zich ergeren. Maar een aantal hoofdstukken later zijn die dan diezelfde mensen weer dolblij als ik een of andere obscure film, die zij ook geweldig vinden, even in de spotlight zet. Dus ik zalf en ik sla. Ik sla en ik zalf. Absoluut. Maar dat vind ik er ook leuk aan. En inderdaad, want je hebt natuurlijk je hebt de zo slecht dat het goed is, maar dan zijn er ook gewoon een aantal die zo slecht dat ze weer terug slecht zijn, films bij. Daar moeten we inderdaad niet flauw over doen, Fokke. Het leuke aan dit soort boeken is dat het toch een beetje het kaf van het koren scheidt. Als ik dit boek als 15, 16, 17-jarige had gekocht, had mij dat een hoop ellende bespaard. Hoewel, natuurlijk, misschien ook niet, want je leest dan over die dingen en misschien wil je het dan toch zelf gezien hebben. Maar ja, dat heb ik wel. Dat heb ik inderdaad ook wel, want ik heb een lijst gemaakt. Ik heb een lijst van ongeveer, ik denk, 50 films die ik heel graag wil zien naar aanleiding van je boek. En dat zijn niet altijd degene waar je juist positief over bent, maar ook gewoon die dan denken van, hij vindt het misschien niet goed, ik wil het toch zien. Weet je wel, dat ergens je toch kriebelt of weet ik van wat. Ja. Dat vind ik prima, jij bent even bedweterig als ik, duidelijk. Ja, want absoluut. Ik zal dat dan ook, doen. En het is ook zo, zelfs in deze categorie films, blijft het subjectief, want ik moet eerlijk bekennen dat
een regisseur als Jesús Franco, Jazz ja. Franco. Ja. Een Spaanse meneer die een, nou niet, die van alles kan beschuldigd worden, maar niet dat hij lui is. Mens maakte gemiddeld 6 à 10 films en ik gebruik dit film, de term film misschien wat iets wat lichtzinnig, maar maakt dus echt een hoop dingen. En maar die over die man zijn echt liefdevolle, mooi uitgegeven, fraai geïllustreerde boekwerken verschenen. En dat, ja, dan denk ik van ja, god, iemand heeft daar iets in gezien dat mij dus totaal is ontgaan. Maar wie ben ja. ik om daar dan gemeen over te doen? Ik doe er wel gemeen over Jess Franken, maar toch schemert er een misschien wel een beetje, ja, bewondering is niet het juiste woord, maar je zal het maar doen, hè? 12 nou ja, films het feit dat jaar. Jij hebt ook een aantal films gemaakt, maar meer dan, ja, nee, zelfs ook al een paar, dat je er meer dan één per jaar hebt, maar dat is toch uitzonderlijk. Terwijl hij er dan... Dat is uitzonderlijk, en als je weet hoe arbeidsintensief het maken van een film is, en dat gaat dan niet alleen over het draaien, maar de pre-productie en de post-productie en alles wat er dan nog bij komt kijken, dan is het schier onmogelijk om meer dan 2 films per jaar te maken. Dus ja. Je moet er dan ook van uitgaan, als dat er 10 zijn bij meneer Franco, ja, dan kan je er wel iets bij voorstellen. Dan zijn dat ook vaak films die op een week tijd zijn gedraaid of zo. Ja, ja. En waarvan ik dan vermoed dat iemand anders de volledige postproductie op zich zal hebben genomen. Je moet dan niet verwachten dat je iets te zien krijgt met de production value van Jurassic Park. Hè? Nee, absoluut. Hoewel die ook, Jurassic Park en Schindler's List, volgens mij, zijn van hetzelfde jaar, hè? Ja, zijn ook in hetzelfde jaar uitgebracht. Daar sta ik dus echt, daar ben ik, dat vind ik zo straf. Dus je moet je voorstellen, terwijl Spielberg in Warschau Schindler's List aan het draaien was, na het draaien ging hij naar en in zijn suite was dan een hele, hoe moet je dat noemen, communicatiekamer. Ja. En dan monteerde hij, samen met zijn monteur die in L.A. zat, dan deed hij de postproductie van Jurassic Park. Dat is toch wel redelijk fenomenaal. Ja, ook omdat, ja, ik bedoel, het gaat allebei, ja, nee. Ook omdat die twee films, ik wou een vergelijking tussen die twee films zeggen, ik denk, daar ga ik me eventjes niet aan wagen. Ja, het gaat allebei over mensen die uitgestorven zijn, laten we het daarom. Ja. Maar het zit inhoudelijk natuurlijk zo ver dat je je hoofd wel moet omzetten. Ik bedoel, iemand als Jess Franco, die dat was allemaal een beetje gelijkaardig, maar Schindler's List en Jurassic Park verder uit elkaar kan bijna. Maar misschien is het net daarom mogelijk, als het misschien twee dezelfde dingen of twee soortgelijke dingen zouden zijn, dat het misschien moeilijker wordt. Ik weet het niet. Ik zal het bij gelegenheid eens vragen. Hey, even helemaal terug naar het begin. Waar is het mee begonnen? Wat waren zo de eerste films binnen dat genre die jou gebeten hebben, die jou gepakt hebben? Het was, ik denk, voor zover ik mij wat dat betreft kan terugflitsen in de tijd, ik denk dat het in eerste instantie theoretisch was. Ik meen mij te herinneren dat ik in de loop van de jaren 70 ging ik al die dingen zien, maar dat was niet met voorbedachte raden. Ik zag gewoon alles, letterlijk. Ja, ja. Ik zag gewoon alles wat eruit kwam. En ik zal niet verhelen dat de jonge tiener in mij, de 14, 15, 16-jarige Jan, ik vond dat best wel opwindend, maar niet in de seksuele zin, maar ik vond dat wel, je had wel het gevoel dat ik zit naar iets te kijken dat niet beantwoord aan de normale normen en waarden. Dus dat wel. Dus ik was niet ongevoelig voor de sensatie die van die films uitging. En de meeste van die dingen waren best wel, ja, niet vervelend, laat ik het zo zeggen. Nee, maar nee. De puzzel is pas in elkaar beginnen schuiven toen ik eind jaren 70, begin jaren 80 een boek las. En dat is volgens mij het eerste boek dat aan dit soort films is gewijd. Dat heet de Golden Turkey Awards van twee broers, Michael en Harry Medved. En die schreven heel, en zij gaven dan in plaats van Oscars Golden Turkeys aan de raarste films uit de filmgeschiedenis. Zo heb ik eigenlijk voor het eerst kennis gemaakt met het legendarische Plan 9 from Outer Space. En dat heeft nog lang geduurd voor ik dat dan kon zien, want in die periode waren dat soort films niet bepaald overal te vinden. Dat is nu gelukkig veranderd. Dus, en zij schreven daar zo leuk over en zo liefdevol ook wel, dat mij dat geweldig is beginnen intrigeren, dat ik actief op zoek ben gegaan naar dat soort films. En ik ben dat altijd spannend en boeiend blijven vinden, ook al
Ja, zit er een hoop ja, bagger tussen? En met bagger bedoel ik dan films die na 10 minuten al niet meer leuk zijn, maar vooral vervelend. Hè. Ja, of pas de laatste 10 minuten leuk zijn. Hè, dat alles opgezet wordt naar die ene ja. setpiece die aan het einde zit, of zo. Maar eerlijk toegeven, het zou best kunnen dat er hier en daar een film is met een spetterende finale, ja. maar dat ik na een kwartier of een half uur, ik geef het meestal een half uur, dat vind ik, dat ben je aan zo'n filmmaker verplicht. Maar als het na, dat is met een, het is zelfs met een boek, hè. Als je na 30, 40, 50 bladzijden nog steeds aan het worstelen bent, dan ja, life's too short, Fokke, life's too short, ja, dat is iets anders doen. Nee, klopt. Klopt. Wat je ook in het begin, in je inleiding in het boek zegt, is waarschijnlijk ook heel waar, dat veel van die films die als pulp of trash of weet ik wat worden gezien, nu nog wel veel bekeken worden en heel veel award-winning films totaal vergeten zijn. Ja, dat dus vind dat... ik persoonlijk zeer intrigerend. Nu heb ik het niet, ik heb het natuurlijk niet over de klassiekers. Hè. De jaren 70, laten we wel wezen, was ook een fantastisch decennium. Ja, het is niet dat iemand het nog over de Godfather heeft. Ja, nee, voilà, de Godfather en Joe en noem maar op. Maar er zijn dus inderdaad ook, ik geef denk ik in het boek het voorbeeld van de Gouden Palm en de Gouden Beerwinnaars van 1975. Dat zijn twee films die volslagen verschwonden zijn in de nevelen van de filmgeschiedenis. Terwijl ik noem maar wat, Ilsa de Wolvin van de SS uit datzelfde jaar 1975, ja, een absolute cultfilm is geworden waar de meeste geweldige DVD-edities van bestaan. Dus er is ontegensprekelijk iets wat die films de tand des tijds heeft doen overleven, terwijl dat inderdaad voor best wel wat belangrijke films uit die tijd niet het geval was. Dus elke film is sowieso. Maar sommige verliezen elke relevantie nadat die tijd is verstreken. Ja, absoluut. En natuurlijk is de B-film en die pulp, dat is eigenlijk. Ja, de jaren 70 is jouw tijd, maar dat komt natuurlijk een beetje uit de jaren 50. Hè? Dat is een verzetting van de jaren 50 zaken, maar, Roger Corman en dat soort dingen. Ja, maar je zou zelfs kunnen argumenteren, vrij makkelijk, dat exploitation, zeg maar, hè, de B-kant van de cinema, even oud is als de cinema zelf. Ja, absoluut, dus, dat is waar. Is die ongeveer het derde filmpje wat men ooit gemaakt heeft? He, dus eerst had je die trein die binnenkwam, het derde was toch een blote vrouw of zo? Is dat die ongeveer het derde filmpje wat ze gedraaid hebben ter wereld ooit? Of een brand. De allereerste rampenfilm dateert ook van 1897 of zoiets. Dat is nu eenmaal zo. En je kan daar bedenkingen bij hebben, maar het is inderdaad... Het vertegenwoordigt een niet onbelangrijk deel van de filmgeschiedenis. Ja. En veel mensen zijn ook hun... Niet allemaal hoor, niet iedereen die met dat soort films bezig was, is nadien een groot filmmaker geworden. Maar heel veel mensen hebben wel hun eerste stappen gezet in exploitation of weet ik veel wat. Om dan door te groeien. Andere mensen waren perfect gelukkig binnen dat genre en hebben... Ja. En zijn dat genre trouw gebleven, ook toen ze grotere budgetten kregen, dan denk ik vooral aan de generatie van John Carpenter en Wes Craven en zo. Ja. Die altijd wel in dat genre zijn blijven werken. En waarvan je dan ook moet durven vaststellen dat het is niet omdat hun films duurder en groter werden, dat ze noodzakelijkerwijs beter werden. Nee, dat is een heel bizar gegeven. Dat het, niet altijd, het zit niet altijd in de, het zit in de creativiteit en niet per se in de financiën. Er zitten ook wel echt een aantal dingen in waar ik niet zoveel van af wist. En inderdaad, wat je net al zei, de Ilsa-films, ik ken die. Misschien heb ik er één gezien, dat ik het niet eens meer kan herinneren. Maar ik ben daar niet zo mee vertrouwd. Dat is toch een heel... Die SS-toestanden, dat is toch een heel genre geworden, hè? Het lijkt me sterk dat als je ooit een Ilsa-film gezien hebt, dat je je dat niet meer zou herinneren. Nou, dan heb ik hem misschien niet. Hij staat door het boek.
Ja. Hij is onderweg. Ja. Nee, maar het heeft misschien ook te maken met, ik heb hem gezien, ik moet een jaar of 15 geweest. Dus ik heb veel van die dingen gezien toen ik daar eigenlijk veel te jong voor was. Ja, ja. En ja, ik zie het resultaat trouwens. dus, maar die Ilsa's zijn inderdaad heel... Over die Ilsa's valt heel veel te zeggen. Ten eerste is dat, als je dat bekijkt met een bril van 2020, is dat onbegrijpelijk. Kan je je niet voorstellen dat dat ooit is gemaakt, omdat het van een ranzigheid is. Ja. Die bijna niet te beschrijven is. Het zijn eigenlijk sensationele films, seks- en geweldfilms, die zich afspelen tegen de achtergrond van een nazi-concentratiekamp. En Ilsa is dan de sadistische kampbewaakster die foltert. Ja. En de gevangenen dwingt seks met haar. Voor mogelijk. Wat dan bizar is, is dat die films in die jaren 70 vrij mainstream waren. Want als ik dat dan, als ik dat dan iemand van een twintiger of een dertiger laat staan, een tiener van nu probeer uit te leggen, dan denken die, dat zal dan wel, dat zal heel erg obscuur zijn geweest in achterafzaaltjes, of dat je eerst lid moest worden van een enge club. maar nee, dat liep in de grote zalen, dat liep letterlijk. Ik heb Ilsa de Wolvin van de SS of de Tijgerin van Siberië, ik wil er vanaf zijn gezien, in een van de grootste zalen op de Keizerlei in Antwerpen, terwijl letterlijk 100 meter verder in de Calypso Jaws draaide. Dus dat bestond op een of andere manier vredig naast elkaar, wat dus betekent dat het in die wonderlijke jaren 70 maatschappelijk perfect aanvaard was dat je op zaterdagavond je chique pak aantrok, in de wagen stapte, naar het stad reed, in een volle zaal samen met andere mensen zat te genieten van Ilsa de Wolvin van de SS, nadien een hapje ging eten en een danske placeren. Maar ik heb die documentaire over... er is een documentaire over Deep Throat, over het maken van die film. En er is ook een documentaire over Debbie Does Dallas. En daar komt allebei in, of ik denk dat vooral in die van Deep Throat is dat ze toen op het punt stonden dat seks eigenlijk gewoon in films kon. Ook in gewone films. Ja. Dat het niet. Ja, maar dat had natuurlijk te maken. Die hele jaren 70 zijn natuurlijk een antwoord op de censuur en de zelfcensuur waarmee met name de Amerikaanse film, maar eigenlijk was dat wereldwijd, tot een stuk in de jaren 60 mee af te rekenen had. Ja. En toen kreeg je, eind jaren 60, begin jaren 70, de culturele revolutie, de seksuele revolutie, het in vraag stellen van welke vorm van autoriteit dan ook. En de grenzen werden niet alleen verschoven, ze werden vertrappeld. Ja. En dan kon dus plotseling even alles. Maar de combinatie van seks en geweld, want daar draait het natuurlijk om. Seks, er is ook heel veel seks in Amerikaanse mainstream cinema. En je had hardcore. Begin jaren 70 was hardcore zelfs even hip. Andy Warhol liet zich in New York gewillig fotograferen met sterren uit pornofilms. Die liepen ook dingen als Behind the Green Door en Deep Throat. Dat moest je eigenlijk gezien hebben als je een wereldburger was. Maar de combinatie van seks en geweld, die je dus ziet in die sadico-nazistas vooral, maar ook in de vrouwengevangenisfilms, dat is toch wel merkwaardig, omdat je zou kunnen argumenteren, in de jaren 70 kon alles, maar toch stonden die films wel haaks op de tijdsgeest. De vrouwenbeweging was echt wel a force to be reckoned with in die periode. Ja. En toch wekten die films geen... verontwaardiging op. Dat werd aan de andere kant is natuurlijk Ilsa wel het hoofdpersonage en een sterke vrouw. Ja, goed, dat is... Maar ja, dat klopt. Maar wat er met die andere vrouwen dan gebeurt, is toch niet van de poes. Oh ja, dat was ook helemaal duidelijk over Ilsa gesproken. Die dus, ik dacht dat dat een SS-kamp begeleidster was, maar dan daarna gaat ze naar Rusland en daarna gaat ze naar... Dus ze reist de hele wereld rond eigenlijk. Ja, ze is haar tijd ver vooruit. Ze is jobhopster. Ze is echt een jobhopster. Met de is het slecht afgelopen, dat weten we. Daar kon ze niet blijven werken. En dan is ze inderdaad voor vadertje Stalin in een van zijn kampen gaan werken. Dan is dat ook echt een fantastisch cv. Als je iemand zoekt om je gulag
om je gulag te leiden, dan lijkt Ilsa mij een verstandige keuze. Ja, ja, ook daar is ze dan, toen de nieuwe wind door de steppen zwaaide, weggejaagd. Ja. En dan is ze opgepikt door zo'n sheik die op zoek was naar iemand die zijn harem een beetje in toom kon houden. Maar het is wel hetzelfde, op zich is het hetzelfde personage, maar met een andere uniform. Ja, oké. Ja, ik heb van een luisteraar heb ik een doos met dvd's gekregen. En één daarvan is ook zo'n film. Dat is SS Camp, is dat. Van, laat nog eens even zien. Sergio Garrone. Ja, Sergio Garrone. Ja. Is een van de weinige regisseurs die zich aan een aantal van die dingen heeft gewaagd. Oké. Ik heb het nog niet durven kijken, dus ik kan er niks van zeggen. Als dat de eerste nazista is die je zou zien, dan zou het kunnen dat je toch wel een paar keer naar adem moet happen. Ja. Maar ik heb hem gezien toen, ik kom ook al een beetje op het einde van de cyclus. En mij viel het dan al wat tegen, hoe raar dat ook mogen klinken. Alright. Ja, het mooie van dat zo 88 films, ja. Het leuke is dat die zo twee hoesjes hebben. Hè? Dus je hebt deze voorkant en dan heb je deze voorkant. Ja. Ja. Deze is ietsje artistieker, dus die ga ik gebruiken. Het is een woord dat zelden gebruikt wordt in de context van de sadico-nazista. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem wel bekijken. Maar vooral duidelijkheid, er is één sadico-nazista die ik kan aanraden, omdat ik het ook best wel een interessante film vind. Dat is die Salon Kitty van Tinto Brass. En dan vind ik inderdaad vanuit filmhistorisch oogpunt de Ilsas onvermijdelijk toch wel. Ja, onvermijdelijk toch wel. Ja, even zien. Waar wou ik het nog over hebben? Ja, er is ook één hoofdstukje in het boek waar ik wat vraagtekens bij had. Omdat ik vond, als het dan gaat over pulp en trash, en dan gaat het over de rampenfilms, en dan heb ik zoiets van, ja, maar dat zijn eigenlijk toch goed gemaakte films. Ja, maar het gaat ook over... over de jaren 90. En als er rampenfilmgenre is uiteraard mijlenver verwijderd van bijna de rest van het boek. Maar het is wel een typisch jaren 70 genre. Letterlijk. Ja. Voor Roland Emmerich met Independence Day het opnieuw heeft uitgevonden. Het is echt... The Towering Inferno is trouwens een geweldige film. Maar het is begrensd in de jaren 70. En het zijn wel guilty pleasures. Het zijn films met heel veel sterren op retour, want we hadden het al even kort over die geweldige periode in de Amerikaanse cinema, ook in de jaren 70, toen een hele nieuwe generatie regisseurs aan de macht kwam, maar die rekende het nieuw Hollywood, zoals dat werd genoemd, maar dat betekende wel dat een heleboel acteurs die voor die nieuwe generatie vereenzelvigd werden met het old Hollywood, mensen als Jack Lemmon, Heston, Burt Lancaster, plotseling niet meer in de mode. Nee. En ja, die konden dan nog terecht in dat soort oprispingen, zeg maar, van het old Hollywood. Echte, grote, dure, door de klassieke studios gefinancierde spektakelfilms. Dat is eigenlijk wel grappig, want ik zie hier, dit is de Poseidon Adventure. Ja. En hier staat Gene Hackman op. En dat is eigenlijk een die dat allebei deed. Ja. He, die zat en in The Conversation en in The French Connection, en in dit soort films. Dat is even de weinige die beide deed. Dat is een aberratie. Ik heb dat ook niet, wat heeft de Silent Adventure, volgt letterlijk in zijn filmografie op The French Connection. Ongelooflijk, Ja, dus dat vind ik opmerkelijk. Hij is een van de weinige uitzonderingen die straffeloos van The French Connection naar de Poseidon Adventure is kunnen gaan en dan weer terug, bij wijze van spreken. Ja, hoewel natuurlijk The Towering Inferno en The Poseidon Adventure iets mindere mate Earthquake 3 hele, fatsoenlijke is niet het... Ja, Earthquake, ik zal niet zeggen fatsoenlijk, maar dat waren wel films die hadden ook Oscar-nominaties en zo. Dus dat werd nog wel... Dat kon nog wel. Dat waren ook technische hoogstandjes. Hè? Dat waren de beste. Ik heb trouwens deze gevonden. Ik heb die nog niet bekeken. Het is een Hallmark-film, maar dit is een remake van de Poseidon Adventure met Rutger Hauer in. Ja, heel vervelend. Waarschijnlijk.
Heel veel. Maar ik heb een Rutger Hauer-obsessie, dus ik moet dat dan bezitten. Er zijn, ik denk dat er ondertussen zelfs nog een... Ja, er is er ook nog een die heet gewoon Poseidon. Ja, inderdaad. Made for TV, waar niks mis mee is. Maar dit zijn dan niet de interessantste voorbeelden van Made for TV-movies. Nee, voilà. En, ja, maar goed, het is, als mijn Rutger Hauer is, dan moet ik het hebben. Dan kan ik, is dat jouw afwijking? Jij moet alles... Nee, dat is toch wel even mijn... Toen hij juist overleden was, hebben we daar ook een podcast over gedaan. Ja. En dan heb ik letterlijk alles proberen zoeken en vinden en kijken. Wat ik, dit is dan een van de weinigen die ik nog niet bekeken heb. Nog wel een paar hoor. Escape from Sobibor heb ik ook nog niet gezien. Maar daar heb ik toch... Zo'n IMDb-lijstje, ik kan er toch een hoop aan vinken, ja. Maar die man heeft ontzettend veel films gemaakt, hè? Ja, en ook echt in de riolen van... Ja. Er was gewoon iemand die zei, ik ga draaien. Ik ga gewoon draaien. Ja. Er is zelfs een of andere Goal 2, dus niet de eerste, maar de 2, de sequel, dat een voetbaltrainer speelt. Ja. Volgens mij heeft hij nog nooit een voetbalwedstrijd gezien in zijn leven. Hij doet gewoon zo jas aan en hij is het. It's called acting, my dear boy. Inderdaad. Dus dat is... en omdat natuurlijk Blade Runner is mijn favoriete film aller tijden. Die trouwens ook in het boek staat als guilty pleasure, wat een beetje een raar verhaal is. Ja, misschien moet ik even zeggen dat ik inderdaad aan een aantal regisseurs, zowel Vlaamse als Nederlandse regisseurs, waarvan ik weet dat ze ofwel genrefilms hebben gemaakt, of dat ze een affiniteit hebben met genrefilms, heb ik gevraagd om hun favoriete guilty pleasure met ons te delen. En voor Roerijne of Roerijne? Want soms geen staat idee. Er een accent op die... Enfin, dus Roerijne, zal ik dan maar zeggen. En die het moest en zou Blade Runner zijn, want hij had dan een hele theorie dat Blade Runner bij zijn eerste release toch niet een groot succes was, en dus onderschat, en dus... Een cultfilm. Ik heb met handen en voeten proberen uit te leggen dat Blade Runner nou toch wel in zeer brede kring als een klassieker wordt beschouwd, maar er hielp geen lieve moeder in de Blade Runner of niet. Dus ik wou Roel er graag bij. En ik heb er dan het boek mee afgesloten. Ja. Je zou kunnen argumenteren dat de eerste versie van Blade Runner met de voice-over, dat die inderdaad door veel mensen niet als de beste versie of als whatever. Maar ik vind die nog altijd goed hoor. Maar je zou, ja, dat is inderdaad. Het is wel heel leuk om die mensen hun guilty pleasures erin te zien. Hè? Dat is wel ook een leuke. Het zit eigenlijk tussen alle hoofdstukjes. Zit er iemand tussen? Zat er nog wel iets tussen dat je dacht van, oh, het is goed dat die erbij komt, want die had ik zelf niet bedacht. Ja. Er zijn er zelfs twee, Adil El Arbi van Patser, die kwam aanzetten met een blaxploitation film, Across 110th Street, met Anthony Quinn. Is dat van dat liedje? Ja, dat inderdaad. Het nummer is bekender geworden dan... Ah, oké, dat is een filmtrack. Oh, dat wist ik zelfs niet. Ik kende de film totaal niet. En dan was er nog iemand die kwam aanzetten met een of andere BBC-film van Peter Watkins. Dus ja, nee, er zijn er twee die echt mij verrast hebben. En dan natuurlijk die good old Harry Kummel. Die zo graag, die nog liever dan ik, heilige huisjes sloopt. En die de goed gemeende choqueert met een oprechte liefdesverklaring aan Rambo 2. En uitlegt waarom Sylvester Stallone echt een filmster is. Dus ja, dat is als je cult mensen toch nog probeert te schofferen, dan moet je zo... Maar aan de andere kant ben ik het niet met hem eens. Het enige waar ik altijd een beetje op mijn autistische brein die aan kan, is dat die film... je hebt Rambo 2. De eerste heet First Blood. Ja. De tweede heet Rambo. En de derde heet Rambo 3. En dat klopt niet. Want het is ofwel First Blood 3 ofwel Rambo 2. Ja, ik denk toch dat dit met jouw autistisch brein te maken heeft. In de eerste plaats. Okay. Als je me dat niet al te kwalijk neemt. maar dat is wel echt. Maar ja, je kunt inderdaad ook zeggen, ook over. Wat is een guilty pleasure? Hè? Wat is voor de ene guilty pleasure, is voor de ander mainstream? Ja, hè? En dan krijg je ook die eeuwige discussie. Ook al een paar keer de vraag gesteld gekregen naar aanleiding van dit boek. Wat is cult en wat is pulp? Maar eerlijk gezegd, ik ben zo niet de man van de definities. Dat is zoals de discussie over het geslacht van de engelen of... waar het in The Name of the Rose over gaat. Hoeveel engelen kunnen er nu precies op de punt van de naald? Ja,
Het maakt mij niet zo uit hoe je het benoemt. Het is ofwel is het een leuke film, ofwel is het geen leuke film. Ja. En dat vind ik dan veel belangrijk. Dus het zal best zijn. Ben je eens? Bij mij was het alleen die rampenfilms. Dacht ik van, voor mij is dat wel. Dat is geen. Maar inderdaad, het is. Ik aanvaard je punt, maar het is toch. Ik vind het toch prima dat ze erin staan, omdat er een aantal bij zijn die geweldig entertaining zijn. Ik heb met zeer veel plezier The Swarm gezien van Irwin Allen, wat echt een exuberante, zo over de top rampenfilm is met als added value een hele reeks sterren. En er zijn ook zo leuke verhalen over die film te vertellen, dus ja, die moeten dan bij. Ja, absoluut. Ja, en The Swarm is eigenlijk ook een goede overgangsding, want die zit een beetje tussen de beestenfilms en de rampenfilms in eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Want laten we eerlijk zijn, naast de aantal seks en sexploitation, een heel groot deel van het boek gaat over beesten. Ja, over beestenfilms. Omdat er ook zo fucking veel zijn. Ik schrok zelf bijna van. Ik heb het hoofdstuk in 3 moeten splitsen om het een beetje behapbaar te maken. Het is allemaal de schuld van Spielberg en Jaws. Allemaal is dat zo? Is het allemaal begonnen met Jaws? Ja, veel van die dingen zijn echt in de slipstream van Jaws. Het aantal haaienfilms. De haaienfilm is al een genre op zich. Ja. En dan ga je natuurlijk kijken, wat zijn er nog enge beesten? Nu moet ik wel toegeven natuurlijk, King Kong is al van 1933, dus het genre van de grote apenfilms is ouder. Maar je kan niet ontkennen dat het Jaws is die midden jaren 70 die hele cyclus in gang heeft gezet en het is onvoorstelbaar waar mensen mij zijn komen aanzetten nadat de haaien op waren. Enfin, nadat men de haaien wel gezien had. Ja. En dan wordt het leuk, hè, als je dan films krijgt met kikkers en wormen en kippen en konijnen, dan wordt het leuk. Maar het eerste was natuurlijk, de haai was het, de orka. En de Piranha, hè, de eerste, dat is een Roger Corman productie. En natuurlijk het bijzondere is dat de Piranha 2, dat is de debuutfilm van James Cameron. Ja. James Cameron heeft Piranha 2 gemaakt. En dan zijn er later die Piranha 3D en 3DD. Allebei zeer leuk trouwens. Ja, hè? Ja. Allebei echt zeer vermakelijke films. Dat is wel zo dat die nog altijd. Het is natuurlijk ook dat er nog altijd wel veel van dat soort. En dat trek je ook door in het boek. Hè? Het is niet alleen maar jaren 70. Je pakt het wel mee van. Want ik bedoel, Deep Blue Sea vond ik destijds. Ik weet niet, ik heb het al lang niet meer gezien, dus ik durf het niet zeggen. Maar dat vond ik ook een goede haaienfilm. Prima film. Nee, dus er zijn. Want zo ben ik dan. Ja, het gaat natuurlijk over de jaren 70, maar af en toe om een genre te kunnen situeren, moet je, zoals je net zelf zei, moet je beginnen in de jaren 50. Ja. En bij sommige genres zijn er zoveel interessante dingen dan nog gemaakt na de jaren 70, dat ik die dan ook wel even meeneem natuurlijk. Ja, ja. Ik laat mij niet begrenzen, Fokke. Nee, zo ben je. Je bent grenzeloos, ben je. Ja, grensoverschrijdend. Grensoverschrijdend. Maar inderdaad, want die worden nog, ondanks dat je denkt van, we hebben het allemaal wel gezien, en Jaws, maar er blijven goede haaien veel. Ja. Open Water was ook niet slecht. Open Water, je had die 47 Meters Down, vond ik interessant. Ja. The Shallow met Blake Lively. Ja, vond ik zeer goed. Prima film. Ik vond die The Meg, dat vond ik niet goed. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja, The Meg is een van die dingen. Wat ik heb ook zo de uitdrukking een paar keer gebruikt. It tries too hard to be cult. En dan haak ik meestal af. Maar The Meg vond ik op een of andere manier toch nog wel geinig. Heb je dat dan ook bij die Sharknado films? Nee. Dat is zo oud. Dat bedoel ik. Dan denk je van, als je zoiets maakt, dan mik je te veel en te uitdrukkelijk op die cultstatus. Heb je bij de haaienfilms ook niet een lijstje gemaakt van dingen die je moet vermijden, die inderdaad meer te veel die kant op gaan, omdat het er zoveel zijn? Ja. Ja. En die Sharknado's zijn dan nog niet de worst of the bunch. Die Sharknado's, die zijn al een razende. En er zitten ook ontzettend veel cameo's van bekende mensen in, waarvan je denkt, godverdomme, Lieutenant Uhura. Ja. Ik heb dan toch een beetje een probleem, en dat zal dan mijn autistische kant zijn. In die jaren 70 films vind ik knuddige special effects oké. Snap je? Dat kon toen niet anders. Ja. Maar je moet nu
nu we de jaren 2000 zijn, moet je niet meer komen aanzetten met van die luie CGI. Dan nee, dat vind ik niet leuk. Maar dat is echt zo, hè. Dat heb ik ook met van alles. En er zijn maar weinig dingen dat het verhaal zo goed is dat je daar niet meer doorheen. Maar ik kijk door, ik bedoel, stop motion, Ray Harryhausen. We weten allemaal dat dat niet echt is, maar dat is zo mooi gemaakt dat je dat nog altijd accepteert. Terwijl een slechte dino of een haai of ja, weet ik wat, CGI gedaan. Ja, dat valt op de mand, ja, op een of andere manier. Dat is zonder, dat vind ik dus ook. Natuurlijk hangt het maar vanaf wat je referentiekader is. We hadden het net over het gegeven dat films bijna, ja, per definitie kinderen van hun tijd zijn. En ik stel dan wel vast, ik heb een dochter, die is nu bijna 15. En die houdt ontzettend wel, die houdt wel van horror. De Final Destination reeks is haar favoriete reeks. Ja, ja. En ze heeft alle 10 seizoenen van The Walking Dead en American Horror Story en zo gezien. Voor haar is zo'n Ray Harryhausen echt corvée. Okay. Zij ziet daar niet doorheen. Misschien komt dat later weer wel, maar voor haar is dat nu gewoon slecht gemaakt. Snap je wat ik wil zeggen? Ja. Terwijl dat natuurlijk, wij zien daar dan een soort charme nog in. Ja, terwijl iemand die dat in de jaren 50 zag, die vond dat godverdomme spectaculair. Klopt. Dus ja, dat is nu eenmaal zo. En dat geldt natuurlijk ook voor, ik wou zeggen, voor echte films, maar ik wou als voorbeeld nemen, Citizen Kane, wat dan nog altijd in al die lijstjes van al die zichzelf vreselijk o serieus nemende tijdschriften en zo, de beste film aller tijden. Ja, sorry, het is ontzettend moeilijk om nu naar een film uit 1941 te kijken en je te proberen voorstellen wat de impact van die film toen moet geweest zijn. Want ja, iemand die nu geboren wordt, zeg maar, en die gaat de filmgeschiedenis inhalen. Je kan natuurlijk niet de 80 jaar die sinds Citizen Kane is gepasseerd, je kan die niet uitschakelen. Dat is geen knop die je kan uitzetten. Dus het is gewoon moeilijk om sommige films Wordt het een geschiedenisles, wordt het dan. Hè? Dan is het geen entertainment meer. Dan is het een geschiedenisles. En ik vind dat, ik ben er 100% met Citizen Kane eens. Zeker ook omdat het een verhaal gaat over een gast die iets zegt terwijl hij alleen is. En we zoeken uit wat hij gezegd heeft. Hoe dat gaat, snap ik niet zo goed. Maar wat je dan bijvoorbeeld bij Hitchcock niet hebt. En dat gaat niet over zwart-wit en kleuren. Ik vind Hitchcock, dat gaat mij puur over dat daar gewoon verhaaltechnisch en acteerwerk en zo, dat dan nog vlot gaat voor mij, hè? Ja, maar daar heb je dan weer, en dat is een rare link tussen die Hitchcocks en de vroege James Bond, zelfs dat een stuk in de jaren 80. Ja. Die vallen technisch wel door de mand. Hitchcock is bijvoorbeeld zo'n regisseur die absoluut zwoer bij studio. Ik film alleen in de studio, ik wil alles onder controle hebben. Wat betekent dat hij ontzettend veel werkte met een techniek die heet achtergrondprojectie. Ja. En die is nu wel verfijnd. Maar daar zie je, en nogmaals, je kan dat niet afzetten. Je ziet, en of het nou James Stewart is of Cary Grant in North by Northwest, het maakt niet uit. Je ziet iemand weglopen voor een vliegtuig dat heel duidelijk geprojecteerd wordt. Dus en ik kan dat moeilijk omschrijven, maar daar heb ik het dan moeilijk mee. Ik moet mij daar toch telkens wat overheen zetten wat het voor mij, en ik neem aan voor de generaties van nu, toch een stuk, het instappen is gewoon een stuk moeilijker, omdat je dat er allemaal bij moet nemen. En dat is lastig, dat is gewoon lastig. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als je, om dan terug naar deze, als je anno nu naar iets kijkt en je voelt dan al dat het gedateerd is, dan heb je een probleem. Ja, absoluut. Dus als je, en dat hebben veel van die, zijn dat Asylum films of zoiets? Dat productiehuis Asylum? Dat zijn de speciale. Die Asylum is zo'n productiehuis. En ik weet niet hoeveel films die per jaar maken. En dat zijn dan inderdaad altijd van die Crocosaurus versus Giant Python. En dan denk je, op zeg. Ja, en je ziet allerlangs. Ik had hun. Ik ben een grote Godzilla en dat soort dingen fan. Dus die hadden ook een Pacific Rim. Atlantic Rim hadden ze gemaakt. Ja, en dat is inderdaad. Je hebt het gevoel dat als ik mijn best doe, dat ik het ook op mijn computer kan. Ja, absoluut. En dat wil je natuurlijk niet. Hè? Ja. Het moet wel kloppen in het tijdsbeeld. En het mag niet nu al gedateerd zijn. Dat is eigenlijk een beetje het ding natuurlijk daarbij. Ja, en ik vind het interessant dat je die Godzilla's vermeldt. Dat heb ik dus nooit gezien.
Enfin, ik heb ze wel gezien, maar dat vond ik toen al... Want dat kwam toch altijd op hetzelfde neer. Hè? Dus Godzilla en later dan al die andere weinig overtuigende prehistorische beesten, die kwamen dan uit een of andere gat in de zeebodem of uit een vulkaan gekropen. En dan zag je allerlei Japanners... Wegrennen. Dan zag je een hoop Japanners verbaasd kijken naar waarschijnlijk dan een assistent met een pingpongbal op een stokje. Ja. En die, oh lila, oh lila, oh lila. En dan liepen ze. En het eindigde altijd met die man in dat rubberen pak die dan door een maquette van Tokio baggerde. En dat heb je toch, dat had ik nou toch al vrij snel gezien, Fokke, echt. Nee, ik kan me daar echt wel mee... Ook, maar vooral natuurlijk die ouderen en op een gegeven moment... Son of Godzilla, en dan wordt, want hij mag niet schattig zijn. Daar trek ik de grens. Maar het is natuurlijk heel... Ja, ik vind dat wel interessant. Ik hou wel van die... Ik snap helemaal niks van Japanse cultuur en ik wil dat een klein beetje snappen. En dat zit zo in die Japanners ingeworteld. Ja. Die grote beesten. Mensen wat Pacific Rim gewoon helemaal overgepakt heeft. Dat zijn twee zaken die heel erg in de Japanse cultuur ingebakken zitten. Dat de grote kaiju's, de grote beesten en de mensen in grote robotpakken. Dat zit daar 80%... Nee, niet, dat is een beetje overdreven. Maar heel veel van die cultuur gaat daarover. En prima, vind ik heel boeiend. Ja. Oké, je hebt dan inderdaad, dat hebben dan de Japanners. En de Mexicanen hebben dan in al die films die worstelscènes met die gemaskerde mannen. Worstelobsessie, ja. Ik had nog een voorbeeld. Dus je hebt in Mexico had je dat. Dan heb je in Japan die Godzilla-toestanden. Dan ben ik het echt kwijt. Echt gênant. dingen die zo heel specifiek met ja, een plaatselijke, nationale cultuur of historiek te maken hebben, die voor ons dan toch iets lastiger liggen. Ja, ik vind dat, natuurlijk in het geval van de Japanners gaat dat ook over de bommen op Nagasaki Hiroshima en het hele... dat is natuurlijk ook interessant, hè? Maar terug naar de jaren 70. Bollywood, ik wou zeggen Bollywood. Ah ja, Bollywood. Ja, altijd gezongen worden en gedanst en dat moet dan 3,5 uur duren. Dat is ongelooflijk. Ik heb op Netflix, een paar maanden geleden op Netflix een superhero Bollywood film gekeken. En die beginnen ook gewoon halverwege, na 20 minuten, dansnummer. Song and dance. Ja. Want en inderdaad, zolang dat duurt. Eindeloos. Dat duurt 3,5 uur. Ja. Want dat is op zich niet slecht. En als je dat comprimeert naar iets van 2 uur, dan kan dat nog wel... Want dat werd ook veel gedaan, hè? Dat er uit andere landen, die Al Williamson die deed dat bijvoorbeeld, hè? Dat hij uit andere landen films aankocht, daar misschien een paar scènes van met een Amerikaanse acteur die zegt, wat heb ik hier nou, zie ik hier nu in mijn schermpje, en dan hoppa. Dat deed zelfs Corman met die eerste Godzilla film, de Amerikaanse versie van Godzilla, daar roept Raymond Burr van Ironside in rond, dus dat kon toen allemaal. Ja, dat gebeurt helaas. Helaas, misschien is het maar goed ook. Iets waar ik... er zijn een aantal dingen waar ik niet zoveel... Ik bedoel, ik heb misschien in de hele mijn leven 2 Tiroler films gezien. Maar ik snap dat genre wel. Waar ik echt helemaal niks van kende, is die Mondo. Dat Mondo-genre, wat je bedoelt. Ja, terwijl dat een stuk interessanter is dan die Tiroler-toestanden. Mondo's, misschien toch even situeren. Mondo's zijn ontstaan in 1965 al met een film, Mondo Cane. Ja. Letterlijk, een hond, het is een hondenwereld. En dat waren eigenlijk, hoe moet je dat noemen, een beetje hitsige documentaires. Men trok de wereld rond op zoek naar... schokkende rituelen, bij voorkeur naakt werden uitgevoerd, want dat was toch wel wat. En in een documentaire kon je wel naakt laten zien, dus daar kon je ook de censuur een beetje mee omzeilen. En dat was zo'n gigantische hit, die Mondo Cane. Best ook wel een verzorgde film, hele mooie muziek van Ries Ortolani, Oscar genomineerd zelfs nog. En dan, je weet hoe dat gaat, hè. Dat is dan vaste prik. Mondo Cane, gigantisch succes. 1 jaar later 2 of 3 Mondo's in de zalen en 3 jaar later 10 enzovoort. Het gaat dan exponentieel. En dat is een genre waar, als je daar nu naar kijkt, is dat natuurlijk geweldig gedateerd. Want het soort sensatie dat je in die film ziet,
krijg je nu gewoon binnen op je hln.be om even door te klikken. Man valt uit vliegtuig, kind wordt opgevreten door drie dobbermans. Dat zie je nou gewoon bij wijze van entertainment. BV in sokken, toen, zoiets, ja. Ja, maar toen, maar toen was dat... Je moet je voorstellen, er is een periode geweest, en daar horen de jaren 70 nog bij, vergis je niet, toen Amerika, dat was ver... Ja. Er gingen heel weinig mensen naar Amerika. laat staan, ja, maar ja, laat staan naar Indonesië of naar de binnenlanden van China. Dus als je dan met beelden terugkwam uit die regio, dan had je misschien wel wat. En dat heeft een aantal... Pre Ryanair, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, absoluut pre, zeker pre Ryanair. Dus inderdaad, door die goedkope vluchten kan iedereen overal naartoe, maar ja, die tijd... Ja. We leven nu in een 24/7. En als er iets gebeurt in een of andere, ik noem maar wat, Wuhan in China, dan heb je dat, krijg je dat gewoon live op de televisie. Ja, dus ja. The world is a global village. Ja. Maar dat was in de jaren 60 en 70 nog bij lange na zo niet. En daar konden die mondo's in floreren. En de meeste zijn dus ook weer kinderen van hun tijd, daar gaan we weer. Maar er zijn er een aantal... Die ik ook nu nog wel, dat dacht van godverdomme, dat is toch wel wat. Is dat wat dan in de jaren 80? Want toen ik in de videotheek kwam in de jaren 80, is dat dan wat Faces of Death in de jaren 80 was? Faces of Death is een bastaardkind van de mondo's. Ja. Ah, ja. Is eigenlijk een beetje hetzelfde principe, maar daar is het meer een compilatie van materiaal dat ze, dat dan... van allerlei Amerikaanse nieuwszenders of wat dan ook bij elkaar is gesprokkeld, terwijl die mondo's, die deden dan nog de moeite om ter plaatse te gaan kijken met een cameraploeg en zo. Die Faces of Death, dat was een videotheekfenomeen. Hè? Dat waren echt, ik denk dat er 5 of 6 zijn gemaakt en dan had je nog een soort plagiaatreeks, Traces of Death, volgens hetzelfde principe. En dat is daar bestaan eigenlijk, dat is dan letterlijk een compilatie, 1,5 uur, net niet, 1:20 of zo, van allemaal onsmakelijke news footage en dan met heavy metal muziek eronder. Ja, ja, ja. Zenuwslopend. Ja, ik weet dat mijn vriendjes, die wouden dat zien. En ik wou gewoon Star Wars zien. Ik wou graag echte films zien. Maar mijn vriendjes, die vonden dat allemaal fantastisch. En dat is gek, hè? Want jouw vriendjes zijn wel goed terechtgekomen en normaal. En jij bent nu... Dat is zo jammer! van die Mondo... die eerste film, die heet Mondo Kane. Ja. Of Kane, of zo, whatever. Mondo Kane. En dat is dan dat genre heet dan zo. Ja. Dat is een van de weinige films die zijn naam heeft gegeven aan een genre. Ja. De mondo's. Dat kunnen ze die mensen niet meer afpakken. Nee, all right. En waar ik ook, waar mijn ogen ook, mijn oren er ook van afvielen, of de ogen, zeg maar, is dat er slavernij-exploitatiefilms, dat vind ik toch ook nog even een ander pabouw, hoor. De slavernij-dinges. Ja, we zitten een beetje in dezelfde groezelige sfeer als die sadico-nazistas. Het klopt dat er ook in de jaren 70 een aantal films zijn gemaakt, over slavernij en de schande van de slavernij, maar waarbij men zich dan tegelijkertijd wel wentelde in al die excessen. Ja. Het grappige daar is dat die films waren wel redelijk verguisd toen al. Daar was wel wat verontwaardiging over, wat niet wegnam dat het vaak grote commerciële successen waren. Maar wat daar dan interessant aan is dat nog niet zo heel lang geleden had je plotseling 12 Years a Slave en Django Unchained en Birth of a Nation en zo'n aantal hele chique films over datzelfde onderwerp. En je ziet daar bijna letterlijk copy-paste dezelfde beelden in als in die exploitation films uit de jaren 70. Ik ben er zeker van dat Tarantino met name, die ook allemaal gezien heeft toen, in zijn carrière als videotheekhouder. Ja. Maar het hangt dus allemaal van context en tijdsframe en perceptie af. En of je Tarantino heet, dan wel Al Adamson. Ja. Nee, klopt. En wat ook wel grappig is natuurlijk, is dat heel veel mensen zoals jij, die nu films maken, toen ook alles zagen en daar geïnspireerd door zijn.
Ik bedoel, Tarantino is misschien het makkelijkste voorbeeld, omdat die Kill Bill. Ik bedoel, er wordt bijna letterlijk. Django ook. Het is niet meer geïnspireerd, het is bijna gewoon letterlijk wat hij doet. Ja, maar wat hij ermee doet is wel redelijk briljant. Ja, ja, ja. Dus hij heeft al die dingen geabsorbeerd, maar daar wel een heel eigen vocabularium uit ontwikkeld. Dus, ja. Daar moeten we wel toch eerbiedig over zijn, vind ik, over Tarantino. Ja, terwijl die filmmakers van toen, hoewel daar soms ook verrassend, nou, Richard Fleischer was toen wel een grote naam. Iemand als Steve Carver, dat was een vakman. Dus dat waren dan niet, we zitten dan niet in het departement van de knoeiers. We zitten daar in een aantal gevallen met mensen waarvan ik dan toch denk, zo'n Drum of zo'n Mandingo is geschreven, om maar iets te noemen, door Norman Wexler. Ja. Twee Oscar-nominaties, zeer links van het centrum. Nou, die heeft zich dus wel aan die twee rariteiten gewaagd. Dus ook daar heeft... En denk je dat dat dan is om dat een centje bij te verdienen, of omdat ze daadwerkelijk dat willen schrijven? Ik heb het gevoel dat die eerste, die Mandingo, als je bekijkt wie daar allemaal bij betrokken was, was ook een grote filmstudio die dat maakte. Ik denk dat men daar misschien wel, ik druk mij dus voorzichtig uit, want ik was er niet bij die vergadering, dat er misschien toch wel de intentie was om een soort statement te maken, om het te laten zien zoals het toen echt was. Ja, ja, ja. Alleen heeft men zich dan misschien in de esthetiek wat vergaloppeerd en ook zeker in de manier waarop het dan gemarket werd, waar toch heel erg de nadruk lag op de sensatie. Maar gezien de pedigree van de betrokkenen, ja, moet je bijna toch de benefit of the doubt geven. Oké. Okay. Ja, wat voor mij ook, wat ik ook graag zie, maar zijn die vraagfilms, hè? De hoofdstukje, ja. Vraagfilms. Ik heb onlangs, ik had jullie al alles gezien, maar ik heb onlangs teruggezien Death Wish, ja. Wat ik echt fantastisch vond. Ook hele jonge Jeff Goldblum zit daarin. Ja. Hè? Dat is Jeff Goldblum, een van zijn allereerste rollen, misschien wel zijn eerste rol. En het grappige is dat Death Wish dan ook weer een rare is, omdat hij neemt wel wraak, maar niet op zijn belagers of op de belagers die hem iets hebben. Hij neemt wraak in het algemeen eigenlijk bij Death Wish. Nee, ik volg je wat betreft Death Wish. Het is een film die verrassend goed blijft werken. Ja. Omdat natuurlijk wraak, net als geld en seks, een van de drie grote tijdloze thema's is, hè, in film. Dus daarom werkt het nog voor een groot stuk. Het is ook best wel een goed gemaakte, goed gespeelde film. Ik moet toegeven dat ook bij mij, toen ik hem dan vorig jaar opnieuw zag in aanloop naar het boek, dat ik het graag heb gezien eigenlijk. Ja. Maar je hebt eigenlijk twee soorten vraagfilms eigenlijk daar. Hè? Je hebt de vraagfilms zoals Dead Wish of bijvoorbeeld Straw Dogs, wat een beetje everyman die wraak neemt. En je hebt de Dirty Harry streep Mad Max, de beetje superheld. Je hebt in Straw Dogs en Death Wish heb je de gewone mensen die terugslaan. Ja. In Mad Max bijvoorbeeld en Dirty Harry zijn het politieagenten die het niet meer aan kunnen zien. Ja. En die de straten gaan schoonvegen. En je vergeet eigenlijk nog het pijnlijkste onderdeel van de wraakfilms. Dat zijn de rape revenge. Ja, ja, ja. Waar vrouwen na een brutale verkrachting gaan afrekenen met hun belagers. Dan zit je natuurlijk wel in een iets wat kwestieuze omgeving. Ja, maar ja, kijk, aan de ene kant worden ze verkracht, maar aan de andere kant nemen ze wel wraak. Dus zijn ze dan wel of geen sterke vrouw? Ja, maar het hangt er een beetje van af. In een aantal, bij de twee meest notoire verkrachtingsfilms, Day of the Woman, alternatieve titel I Spit on Your Grave, om maar te zeggen dat men niet echt voor subtiliteit ging dan bij de release. En The Last House on the Left, wat ik een waanzinnig overschatte film vind, overigens. Ah, ja. Ja, heb je natuurlijk wel, wordt de verkrachting dermate expliciet
lang ook vooral. De verkrachtingsscène in Day of the Woman duurt 17 minuten. Daar zou je kunnen beweren, zoals de makers trouwens doen, of in ieder geval dan Merzarghi van Day of the Woman, van dat hij ja, mensen echt wou shockeren. Van kijk, this is rape. Rape is ugly. Ja. En ik wil ook geloven dat het nou niet echt de bedoeling was van meneer Zarghi om de mensen te prikkelen. Ik kan me ook niet voorstellen dat er iemand, tenzij iemand met een verkrachtingsfetisch, opgewonden zou kunnen worden van wat je in Day of the Woman te zien krijgt. Je kan je natuurlijk wel afvragen, what is the point? Want eigenlijk, rationeel, we weten dat wel, hè, dat verkrachting vies en lelijk en noem maar op is. Ik denk dus niet dat het hoeft point, te zien om te weten, ja, voilà, ja. Wat is het point om dat dan 17 minuten lang te laten zien, om dan vervolgens die vrouw, haar vier belagers, op zeer grafische wijze te zien uitschakelen? Want eigenlijk is Irreversible dat ook, hè? Ja, dat is de arthouse versie van Day of the Woman. Ik heb het met dat soort dingen altijd een beetje moeilijk, want daar zitten cartoons, hier in Antwerpen zitten cartoons vol, maar we zijn wel gewoon ook allemaal komen kijken omdat Monica Bellucci verkracht wordt, toch? Ja, en we zitten, en net zoals al die mensen daar in de cartoons in Trance de Le Matin zaten, omdat hun wijsgemaakt was dat er echte seks te zien was. Dus, voilà. Ja. En, dan heb ik veel liever een film die gewoon zegt, hier gaan we, dan, we zijn eigenlijk cultuur aan het maken, maar mensen gaan ook alleen maar kijken omdat er een verkrachtingsscène in zit. Het is, je formuleert... En dan gooien we het achterste voren en dan is het kunst. Ja, je formuleert het een beetje provocerend, waar ik wel van hou. En het zal misschien misschien kan het hier en daar wat nuance verdragen, maar I see your point. Ja, want dat is ook interessant, vind ik. Wanneer is een film, blijft een film pulp en wanneer wordt het ineens... John Carpenter is een goed voorbeeld. Halloween is eigenlijk een slasher, een pulpy film. Wordt door veel mensen als een soort eikpunt in het genre. Ik vind dat ook, hè. Of Evil Dead. En andere films hebben dat daar niet. Hoe werkt dat juist? Dat is een mysterie. Het is niet dat daar regels voor bestaan. Ik had het net al over het definiëren van wat is pulp, wat is cult, wat is exploitation. Dus dat loopt vaak ook een beetje door elkaar. Hè. Halloween is een slasher, maar is eigenlijk ook exploitation. Is ook gewoon horror. Ja. Dus, en het is ook subjectief. Je hebt films, want je begint dan ook dingen op te zoeken van hoe is daar nou in der tijd over geschreven. Ja. En dan blijken voor elk van die films toch wel zeer fanatieke en intellectueel verdedigbare verdedigers te zijn. Mensen die echt daar hun werk van hebben gemaakt en die argumenteren zelfs, of proberen argumenteren waarom die film toch heel bijzonder is. En dat gaat dan ook over Cannibal Holocaust bijvoorbeeld. Terwijl andere mensen zeggen van het zal allemaal wel zijn, maar dit is vuilnis, dit is bagger, dit is... Enfin, dus, en ze hebben allebei wel een punt. Ja. Alleen moet je... Ja, kan ik niet meer doen dan vaststellen dat ook Cannibal Holocaust, om dan de meest beruchte van de cannibale films te noemen, ja. Wij hebben het, we zijn nu 19 oktober 2020... En we hebben het nog over Cannibal Holocaust en niet over Chronique des années de Brijze van Mohamed Lakhtar. Hè, ja, absoluut. Gouden Palm, ja, 1975. Absoluut. Tja. Nee, want dat is het grappige natuurlijk, dat aan die kant van het spectrum wordt er over gediscussieerd of het de moeite waard is of niet. Ik ben geen David Lynch liefhebber. Dat is zacht uitgedrukt. Ik vind Lost Highway is de enige film waar ik ooit uit de cinema gelopen ben, omdat ik het zo verschrikkelijk vond. De enige? Ja, echt weglopen, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ik ben een paar keer in slaap gevallen, maar echt weglopen. Is Lost Highway. Dat ik echt vond van vlak na die switch, daar zit zo'n switch in, en toen dacht van nee. Nee, ik doe niet meer mee. Ik doe het niet. En dan ben ik ook de rest van zijn oeuvre gaan haten. Dus dat ook retro, behalve natuurlijk The Elephant Man en Dune eigenlijk ook wel oké. Okay, Straight Story. Die heb ik nooit gezien. Maar ook een heel normale film.
Ja, daar hoort van iedereen. Die is echt letterlijk en figuurlijk straight. Ja, ja, dus die gaat gewoon recht vooruit. Dus misschien moet ik die nog een kans geven. Maar je hoort nooit iemand zeggen... Wat een zever is dat. Dus dat is David Lynch. Dus dat is kunst. Dus dat is goed. En er zal nooit een tegenbeweging zijn. Maar wel aan die andere kant. Ja, ik ook daar ben ik alweer geneigd om jou te volgen. Ik heb dat ook met het latere werk van een David Cronenberg bijvoorbeeld. Die Crash of the Existence of God beter The Naked Lunch. Dan loop ik eigenlijk ook wel gillend weg. Terwijl ik zijn eerste films heel interessant en aandoenlijk en sympathieke genrefilms vond. Maar ja, eens je, dat is natuurlijk een beetje het typische aan dit vak. Eens je een bepaalde reputatie hebt, kan je wel wat blijven. Abel Ferrara is nog zo'n voorbeeld. Wat een vervelende zeikert is me die man nou toch. Nee, daar ben ik maar wel een beetje... ooit heeft hij dan een film gemaakt die op de verzamelde goedkeuring van de cultuurpolitie kon rekenen. En dat werkt heel lang door. Het duurt dan echt heel lang voor iemand recht staat. En maar ook daar weer, de reiziger heeft geen kleren aan en heeft een klein pietje. Want ook daar weer, hè, letterlijk. Ik vond dat niet heel slecht. Maar de Bad Lieutenant, mensen zijn gaan kijken om dat fucking Harvey Keitel zich staat af te trekken, hè, aan een auto. Ja. Iedereen wist die scène en daarom zijn de mensen gaan kijken. Ja. Dat is, terwijl ik er een punt van heb gemaakt, alleen nog naar films met Harvey Keitel te gaan kijken, waarin zijn piemel niet te zien is. Omdat je dan minder films hoeft te zien. Voilà. Cronenberg is voor mij op het randje. Dat is echt hit or miss voor mij. Ik vond Existence wel goed en Crash niet goed. Dus dat is echt... Ik kan heel slecht met een film... Dat is ook de school van Paul Verhoeven. Ik kan heel slecht met een film die over seksualiteit gaat... en waar we geen borst in laten zien. Daar kan ik niet aan. Doe dan geen film over seksualiteit. Ja. Hè, ik bedoel, want dat brengt ons naadloos bij Paul Verhoeven. Hè, Starship Troopers komt ook in je boek. Want natuurlijk, het zijn aliens, maar het zijn ook wel bugs eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Ik heb hem ingesmokkeld als beestenfilm. Terwijl dat natuurlijk ook science fiction is. Maar het is toch meer een beestenfilm dan dat. Enfin, ik vond dat hem op zijn plaats was. En ik wou toch één film van Verhoeven erin. Omdat Verhoeven toch één van mijn helden is. Ja, toch ook? Ja, absoluut. Ja. Oké, even off topic. Maar heb je die laatste van hem gezien? Die soort crowdfunding film die hij gemaakt heeft? Een crowdfunding film? Toch niet L? Nee. L was fantastisch, vond ik. Nee, Steekspel. Steekspel? Ja, dat is dus gepasseerd. Ja? Ik kende dat ook niet. Ik heb daar nu een Duitse Blu-ray van gevonden. Een Steekspel is een film waarin hij de eerste 3 minuten van het script... of 4 minuten van het script door Kim van Kooten... dan mocht het publiek dat aanvullen. Ja? En zo werd het een soort, niet een financiële crowdfunding... maar een soort, het publiek bepaalt mee wat het verhaal gaat zijn. Ja. En voor zover ik dat kan beoordelen, dat sluipt ook al een beetje door in de DVD, is dat het project een beetje mislukt is en dat het Nederlandse publiek geen scripts kan schrijven. Dat het conclusie een beetje was. En dat ze het daar. En het is ook niet zo goed. Je voelt, er worden een paar dingetjes opgezet en je voelt direct waar het naartoe gaat. Er zitten plot twists in die je van mijlenver voelt aankomen. Het is redelijk goed geacteerd. Het is ook maar een uurtje. Het heet Steekspel. Ik heb het al genoteerd, want als Verhoeven liefhebber vind ik het een beetje stuitend dat ik het niet eens ken. Ik ben wellicht een even grote Verhoeven liefhebber. En ik heb het nog maar 2 maanden geleden ontdekt. En volgens mij bestaat het al een jaar. Dus ik had hetzelfde. En ik denk ook... dat hij er zelf niet zo heel trots op is, dus dat het ook een klein beetje... Ja. Nee, het is van 2012. Oh! Het is van 2012. Dus hij heeft L daarna gemaakt. Ja. En was het dan een soort opdracht of een tussendoortje? Of... Nee, dat was in samenwerking met... Het was denk ik wel voor tv, hoor. Het was bedoeld voor tv. Ja, ja. Maar dus het zit tussen Zwartboek en L in. Toch raar. Ongelooflijk, hè? Ja, gewoon een project proberen. En mensen mochten dan een stukje scenario schrijven. En dan zo werd het fragmentarisch gemaakt. Maar natuurlijk wel knap is aan zo'n man als Verhoeven. Die is ik denk dat hij ondertussen 80 is. Of het zal niet veel schelen. Nee, absoluut. Hij is 38, ja.
Ja. Kijk, 38, dat is 62, 82. Ja. 82. Ja. Dat zo iemand zich toch nog probeert heruit te vinden. Dat hij niet zo berustend, want vaak is het... Als je ziet hoe zo'n Brian De Palma de afgelopen jaren heeft, die domino, man, dat is te pijnlijk om naar te kijken. Dus dan, en dat was eigenlijk toen, hè, Brian De Palma was toen, die werd in het rijtje genoemd, Scorsese en Coppola. Ja. Ja, daar hoort hij nu niet meer bij, hoor. Nee, dan zit ik toch me af te vragen, zou zo'n man, want die man heeft een aantal gigantische hits gescoord, de Untouchables, noem maar op. Je kan je toch niet voorstellen dat zo'n man om de brode nog een paar weken naar God beter België komt afzakken om hier met een zak tax shelter geld een vod als domino te komen draaien. Dat kan je toch niet voorstellen. Nou, ik denk dat dat toch ook zoiets is als van, het is een job. Een job? Die man is ook 80. Ja. Die kan toch leukere dingen dan doen? Of zou dat dan toch een soort verslaving worden op den duur? Of misschien krijgt hij gewoon niks meer geregeld en hoopt hij dan dat het wel iets goeds wordt, zodat hij toch weer een volgend project kan doen? Ik weet het niet. Ik bedoel, na Starship Troopers was het Hollow Man. En dan was het ook gedaan, hè? Ja. Voor Paul Verhoeven in Amerika. Er is wel een verschil tussen Hollow Man en die domino. Nee, absoluut. Ik vind Hollow Man niet zo slecht. Maar het feit dat Paul Verhoeven in Amerika alleen nog maar science fiction projecten kreeg naar Robocop Starship Troopers. Ja, dat gaf wel aan. De man had veel meer in zijn mars en heeft veel meer in zijn mars. En heeft dat met Zwart Boek en L ook bewezen. Maar in Hollywood zei ze, jij bent dat, dus nu moet je Hollow Man maken. Dus dat is hier natuurlijk minder, hè. Ik bedoel, je kunt, als je naar jouw filmografie kijkt ook, jij kunt alle genres doen, je wordt niet gezegd, jij kunt nu alleen nog maar dat genre doen, hè. Dat is hier niet zo. Ja, maar daar moet je wel voor vechten, bij wijze van spreken. Het is veel, maar in het hokjesdenken is tiert ook hier nog welig, hè. Je bent, dat klopt, maar helaas ben ik wat dat betreft eerder een uitzondering Dan de regel, hè, Fokke? Maar goed, zwart, daar gaat het nou even niet over. Nee, maar goed, even. En naast Paul Verhoeven, die dus inderdaad is wat mij betreft de enige film in het Nederlands taalgebied die in je boek staat, is het geweldige Prooi van Dick Maas. Prooi, ja, absoluut. En ook, maar veel korter, maar waar ik toch zelf heel erg over te spreken was, een film van vorig jaar, zelfs nog Yummy, van Lars Damoiseau, de Vlaamse zombiefilm die ik echt heel graag heb gezien. En Prooi, ja, ik wou er uiteraard een Verhoeven in, en Prooi paste heel mooi bij De Beesten Zijn Los, weliswaar niet jaren 70, maar goed, de erfgenamen ook. En ik vond Prooi ook een beetje, het is een buitengewoon onevenwichtige film, maar ik heb het toch wel heel graag gezien. Ik heb er wel van genoten. Ik heb, ik weet niet, we hebben het wellicht ook, maar Dick Maas heeft ook dit boek, Buurman, wat doet u nu? Het is een boek over films maken in Nederland, waarin hij alles heel eerlijk uitlegt, tot op de comma hoeveel het kost en met wie je die ruzie heeft en welke projecten niet zijn gelukt, want het is allemaal ruzie en weet ik van wat. En daar schrijft hij over, dus over alle, hoe het hele traject van een film maken is. En over Prooi vertelt hij dat verkeerd gemarket is. Ik had hem natuurlijk bij moeten hebben, want ik heb hem hier liggen, maar ik heb hem daar niet hier liggen. Dat die hoes eigenlijk letterlijk gepikt is van De Howling. Ja, inderdaad. En dat een helemaal verkeerd beeld geeft, want het was meer een eventfilm. En nu wordt het een soort horrorfilm, wat het niet per se was. Ja. Bon, ja, god, het is zoals veel van de films van Dick Maas, een beetje een genre hybride natuurlijk. Ja. Hè? Het is ook behoorlijk tong-in-cheek. Ja. Heel veel mislukte humor, wat mij betreft. Ja, wel een beetje mislukt. En dan weer spannend en dan ook weer een beetje goor. En wat de hoes betreft, gestolen. Kijk, beter goed gestolen dan slecht verzonnen. Dus, kijk, zo is het gewoon een leeuw. Ja. Ik vond inderdaad het personage in de rolstoel, dat was mij zo iets te raar. Het is all over the place qua acteren, maar er zitten een aantal setpieces in die ik echt goed vind. Ik heb het graag gezien. Het is geen wereldschokkende of wereldveranderende film, maar in het genre van de beestenfilm
En zelfs in het genre van de leeuwenfilms vind ik het een... Het genre van de leeuwen. Binnen het genre van de leeuwenfilms, ja, dat is natuurlijk... En wat ik ook in dat boek gelezen heb, wat ik ook wel een leuke anekdote vind, is dat, dus hij had een lift, heeft hij natuurlijk, hè, dat is zijn eerste bekendste film, of nee, een van zijn bekendste, Flodder is misschien nog wel bekender, en dat hij die Amerikaanse remake Down, en dat die film Down, die zich afspeelt in een wolkenkrabber in fucking New York, dat die... laten we zeggen, 5 september 2001 in première is gegaan. Ja. Dus ja, hij kon het niet slechter treffen, wat dat betreft. Films in een wolkenkrabber waren toen een no-go. Ja, nu, ik weet of niet dat of... dat de reden is waarom die flopt, is natuurlijk... Ja, ja maar het zal niet laat ik het zo zeggen, het zal niet geholpen hebben. Nee, absoluut. Maar ik ben een grote Dick Maas van en ik hoop binnenkort die zijn documentaire te kunnen zien en daar ook... een podcast aan te wijden. Ja, want, ik hoor daar goede dingen over die documentaire. Hij heeft Maas ook zijn medewerking aan verleend. Ja, want als je dat boek leest, ik denk niet dat er nog veel bruggen staan in Nederland, want hij heeft ze allemaal verbrand, denk ik ongeveer. Ja, maar hij wou ook niet meewerken, want ik had hem uiteraard ook gevraagd voor om een guilty pleasure te lezen. Ah ja, voor uw boek, ja. Maar hij was te zeer gehecht aan zijn status als Norse buitenstaander om dat dan te doen. Enfin, ik heb hem... Ja, dat doet hij dan niet. Dus je maakt natuurlijk... Dat zijn keuzes die je maakt. Ja. En ik denk dat hij op een bepaald moment... zich niet alleen gesetteld heeft in die rol van outsider, maar er ook mee is beginnen koketteren, bijna. Ja, dat hangen natuurlijk consequenties aan vast. Dat moet hij zelf weten. Ja. Een paar dingen waar ik nog over wou babbelen, zijn die... ik heb een aantal... ik heb natuurlijk de documentaires Corman's World over Roger Corman, wat natuurlijk toch een beetje de grootvader van de B-film... ik heb hem één keer gezien in het filmfestival van Gent, denk ik, dat de man spreekt als een hele enge kerel. Dat is een heel eng stemmetje. Het is een heel brave, lieve man, maar hij praat zo stilletjes. Dat je denkt, wat is er in zijn kelder aan het gebeuren? Dat vind ik, maar ik vind het wel, dat is de gemak en de liefde waarmee hij die films maakt. En één voor één allemaal achter elkaar... Uit zijn hol trekt, vind ik fantastisch. Een ze film zien er over... vaak ook wel uit alsof hij ze letterlijk uit zijn hol heeft getrokken, maar goed. Dat is waar. Een film over waar ik ook niet zoveel van ken. De Ozploitation, de Australische jaren 70 films, is Not Quite Hollywood. En dat is, heb je die al gezien? Die heb ik gezien. Ja, geweldige documentaire. Geweldig in die zin dat het mij toch ook verleid heeft om een aantal van die films, die ik me ook herinner, want dat is ook de jaren 70, om die dan toch maar aan te kopen. Ja, toch ook een hele film, hoe zeg je dat, cinema ding, wat dan niet heel veel meer tot hier is geraakt. Of nu nog, of Peter Jackson, maar die gaan dan toch allemaal naar Hollywood later. Maar dat geldt voor bijna iedereen. Of Peter Weir, of alle... Ja. Peter Weir, Gillian Armstrong, George Miller, al die mensen zijn... Want natuurlijk, nog veel meer dan andere regisseurs in andere landen, hadden zij het voordeel van de taal. Ja. Zij spraken al Engels, dus het is een stuk makkelijker om dan... Als je een Franstalige regisseur bent, dan is dat Engels, of een Aziatische regisseur, dan is dat Engels vaak wel een opstapje dat je nog moet nemen. En dat lukt dan niet iedereen. Dat zie je dan ook vaak aan die films, dat in een soort Babylonische spraakverwarring tot stand is gekomen. Terwijl het voor die Australische of Engelse regisseurs, of ook zelfs Nieuw-Zeelandse regisseurs, Jackson, gewoon een vrij logisch opstapje is. Hey, Britse cinema ook diezelfde dingen, want er zitten niet zo heel veel Britse titels tussen, hè? Nee, omdat in de jaren 70 de Britse cinema in een geweldige crisis zat. Ah ja. Zij hebben eigenlijk de Hammer Horror en Tigan en Amicus zit in de jaren 60, met uitlopers nog wel in de jaren 70, maar dan in genres die niet in het boek pasten. Maar verder, excuseer. Oh, voorzichtig. Maar verder waren de jaren 70 in Engeland... Om je maar een idee te geven, er is een jaar geweest, ik denk, was het nou 74? Enfin, een van de meest succesrijke Britse film was The Adventures of a Taxi Driver.
Ah ja. Zo een van die softcore seksklachten die toen erg populair waren. Dus dat zat in een zeer diep dal, de Engelse film in de jaren 70. En dat heeft ik ken daar ook zo niet veel van. Ja, je had dan inderdaad de Hammer dingen en dan die Carry On films, waar ik niet zoveel van ken. Maar dat is een beetje de hele afgezwakte, een beetje Benny Hill-achtige... Ja, maar we zitten, maar dat is helemaal jaren 70. De Carry On films, Adventures of a Taxi Driver, Adventures of a Window Cleaner, enzovoort, enzovoort. No Sex Please, We're British, enfin, dat soort dingen. De Britten zijn wellicht het meest geconstipeerde volk ter wereld, als je naar het soort films kijkt dat daar werd gemaakt. Dat zal wel zijn. Een andere die ik ook nog, dat is die Electric Boogaloo over Canon films. Dat is natuurlijk iets meer jaren 80, maar het is toch wel dezelfde, het speelt zich af in dezelfde dingen, hoewel die makers eigenlijk graag goede films zouden gemaakt hebben. Hè? Je zou tot op zekere hoogte de Canon neven, Joram en Menachem, twee Israëlische neven, je zou die tot op zekere hoogte ook wel mensen kunnen noemen die de Roger Corman School of Filmmaking hebben bestudeerd. Maar dan in een jaren 80-90 versie. Klopt. Klopt. Zeg, in het boek schrijf je bij de afdeling spinnen. Afdeling spinnen, mijn favoriete enge beesten. Schrijf je. Dus samen met haaien en slangen. Zijn dat zo de meest, daar zijn de meeste films van, wellicht. Wat ook logisch is, hè, als je dat nou zou vragen aan als je enquêtes zou doen, dan staan die in de top 3. Spinnen, slangen, haaien. Ja, voilà. Het is ook logisch dat daar dan vrij veel films over zijn gemaakt. Ja, en even de eerste is Tarantula. Tarantula. Tarantula, daar heb ik onlangs teruggezien. Ik heb me daar absoluut mee geamuseerd. Ja. Ook, die heb ik gezien vanwege de cameo van Clint Eastwood. Helemaal op het einde. Hij is een beetje zoals Tom Hardy in Dunkirk. Je herkent hem niet, want hij heeft een masker op. Hij zit in een vliegtuig. Maar het is wel Clint Eastwood. Dus even de eerste cameo's van Clint Eastwood zit in Tarantula. Het was toen technisch gesproken niet eens een cameo. Hè. Hij was een struggling actor. En voor hem was dat waarschijnlijk één betaalde draaidag. Ja, dat was... Dat was gewoon, ik kan morgen weer brood gaan kopen. Ja. Voilà. Ja. Dat zijn niet echt spinnen, maar dat zijn mieren. Dat zijn mieren, hè? Ja. Dat viel me wat tegen toen ik het terugzag. Dat is toch ontzettend praatziek, voor er iets gebeurt. Ja, ja. En dan had ik gezien dat jij, om je boek voor te stellen, maar of het allemaal doorgaat, moeten we natuurlijk eventjes opbouwen om je boek voor te stellen. Dan ga je een evenement doen en ook een film laten zien. Ja, er zijn verschillende evenementen waarvan er ondertussen al een aantal zijn uitgesteld of afgelast. Ja, we gaan ook iets doen op het Razor Reel Festival in Brugge, maar die hebben mij net laten weten dat het verhuist naar de Krokusvakantie van volgend jaar. Dus Razor Reel in november gaat niet door. Mijn boek gaat niet door. Maar ik hoop nog altijd dat ik inderdaad samen met Xander de Rijke, een Halloween special gaat doen in de Captain's Comedy Club in Dendermonde. Ook echt op 31 oktober, naar aanleiding van het boek. En dan breng ik een heel aantal aanstootgevende, dan wel hilarische fragmenten mee van films die in het boek beschreven staan. In die Razor Reel, daar ging je een film laten zien die ik nog niet gezien had, namelijk Kingdom of Spiders. Ja. En wat lijkt, ik heb hem in mijn collectie steken. Fantastisch. En je moet die bekijken, want dat zal je niet beklagen. Nee, dus dat is ook een spinnenfilm? Ja, spinnen. Een van mijn favoriete spinnenfilms. Oké. Okay. Met lekker veel spinnen. Het is wel grappig om te zeggen, van alle spinnenfilms is dit een van mijn favorieten. Omdat het ook echte spinnen zijn. Kleine spinnen. Niet zoals heel veel enge, harige, grote spinnen. Oké. Ik ben daar niet zo... Dat vind ik oprecht een beetje eng. Dus, dan zal het zeker goed werken. Oké. Okay. En een heel mooi cynisch einde ook. Alright. En dan tenslotte wou ik nog even, omdat inderdaad goede regisseurs die dat soort genres aangaan, die maken er wel iets bijzonders van, zoals Jaws dat natuurlijk is. En in mijn ogen, het is natuurlijk science fiction, dus dat is een beetje buiten de... Maar ik vind Alien bijvoorbeeld, eigenlijk is dat ook
ja, vertrekt uit dat ja, Haunted House, a Beast on the Loose. Alien is eigenlijk... Alien is een horrorfilm in de ruimte, hè? Ja, ja. Dus dat is gewoon... En dat is Ridley Scott die dat dan aanpakt en daar iets speciaals van maakt. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn basis ja. gewoon in, ja. die, in diezelfde, in datzelfde genre. En een van de beste taglines uit de filmgeschiedenis... In space, no one can hear you scream. Goed, hè? Absoluut, absoluut. Oh. Ik weet niet, dat wou ik je... Wat ik al wel weet, maar heb je toevallig die, heb je die gezien trouwens? Memory? Een film over het tot stand komen van Alien. Ik ben alweer aan het noteren, Fokker. Het is een film over Dan O'Bannon, de ja. schrijver. Van, ja, ja. Toen de film nog Star Beast heette. Oké, okay, en goed. Zeer leuk. Je moet even door het begin heen, want dat is dus raar. Dan hebben ze zoiets daar gemaakt met een beetje Griekse tragedieachtige. Waarom hebben we dat gefilmd? We hadden wat geld over of zo. Maar daar ja. gaan we in de documentaire, die zeer interessant is. Die Dan O'Bannon, vind ik, is ook iemand die mij intrigeert. Heeft ook de fantastische Canon-film Life Force geschreven. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Ik vind dat alleen dat in Toby Hooper. In de zin die je net debiteerde, het woord fantastische moet geschrapt worden. Maar verder klopt het helemaal. Nee, ik vind dat geweldig. Dat heeft blote borsten, zombies, aliens. Dat heeft gewoon... Dat is gewoon... Dat is Tobe Hooper, hè, heeft dat gemaakt. Ja, maar de film is even verwarrend als de coronacommunicatie van de vorige regering. Dat kan ik absoluut niet ontkennen. Dus je hebt geen idee. Dat valt ook niet te marketen, want het is alles en niks tegelijk. Ja, maar, ja dat is helemaal waar, vind ik. Ja. Maar het grappige is wel met die alien, die had ik toevallig van diezelfde Italian Collection, heb ik deze van de week zitten kijken. Alien 2, heb je dat ooit gezien? Slaterra. Ja, maar dat is zo abominabel slecht. Dat heb ik ook opnieuw proberen bekijken, want ik herinnerde mij dat als redelijk gory, dus heel veel gore. Maar zelfs het gore vond ik nu amper overtuigend en het is zo inept op alle fronten dat ik het al vrij snel niet meer leuk vond. Ja, ik vind. Er staat op de Blu-ray staat een interview met Eli Roth, waar ik meer van als mens van ben dan van zijn films, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind hem altijd heel erg leuk in interviews. Dat is ook iemand die dat genre enorm liefhebber is. En met heel veel. En ik volg hem 100% waarin hij zegt: de ballen van die Italianen om gewoon te zeggen: wij maken Alien 2. Heeft niks met de Alien-film te maken. Het zijn mensen die in een grot klimmen. En die grot, de binnenkant van die grot, lijkt wel iets op de binnenkant van het ruimteschip van Alien. He, heel ver gedacht. En dan is het een soort sokpop biefstuk Alien die ze aanvalt. Dat is ook weer zo jaren 70, 80. Daar zou je nu no fucking way nog mee weggeraken. Je werd gesued tot je laatste onderbroek Vindit moest verkopen. Ja. En, maar dus je hebt dan die Alien 2, je hebt dan ook Zombie 2, die Fulci zombie film. Had ook niks te maken met Romero. Men deed maar wat. Ja, je hebt ook, want ik dacht eerst, want er was ook een andere, en die heet Contamination of Content. Ja. En dat is ook een soort Alien rip-off bij eieren. Maar die ontploffen dan. Maar ook maar dat is gewoon allemaal op aarde, want dan kun je ze niet betalen. Ja. Maar dat is gewoon bij eieren. En dan denk je van, ja, dit is ook gewoon keiharde alien rip-off. Maar ze deden het toch maar, hè, die fucking Italianen. Ik vind het wel, inderdaad wel iets hebben, hoor. Ik heb dit bekeken en ik moet eerlijk zeggen, ik zat wel ook sudoku'tjes in te vullen op mijn... Dit heb ik trouwens ook... nog gevonden, gewoon om te zeggen, je oeuvre van boeken. Is het het tweede boek, de Allerhebben Los? Of is het, het, is het, nog derde, het is het derde. Ik heb ooit, mijn eerste boek was Jan in Wonderland. Dat was een compilatie van reportages en reisverhalen die ik ooit voor P-magazine heb gedaan. Okay. Alles wat je zou moeten weten over film was dan eigenlijk het tweede boek. Is niet meer te vinden, is uitverkocht en niet bijgedrukt. Ik heb het op bol.com gevonden, hoor. Ja, dus, serieus? Ja. Maar misschien via een tweedehands ding. Ja, het zal echt wel tweedehands zijn. Daar hebben we ook geweldig mee geamuseerd. Dat is ook leuk. Heel beledigend voor allerlei mensen. Ja, fantastisch. I love it. Ja, absoluut. En inderdaad. Paul Verhoeven heeft ook zo'n boek, hè? Volgens Verhoeven.
A, ik heb zijn biografie gelezen, die ik al geweldig vond. Ja, daar heb ik, die koop ik elke keer. Blijkt dat dat gewoon dezelfde boek is met een andere... Hier, dat is die. Ja. Eerst was dat die. Ja, en dat is hetzelfde boek. Okay. Dat is hetzelfde boek. Dat is die Rob van Scheers, die brengt gewoon elke keer dat boek opnieuw uit. Met, als hij een nieuwe film maakt, en nu ga ik even, wacht even. Kan ik eraan denken aan het sociaal. En wat is die volgens Verhoeven dan? Heb je die staan? Oh ja. Hij vertelt, op stap door de filmgeschiedenis, hij vertelt over een aantal klassiekers. Zijn favoriete films, Taxi Driver hier, en voilà, dat zijn allemaal films die hij leuk vindt. Ja. Dus, dat zijn, maar goed, die boeken moeten de mensen allemaal niet kopen, de mensen moeten maar één boek kopen. Dat is, en dat heet... de juiste conclusie, tenminste als Alarm. Boek... Ja, oké, goed, je hebt het juiste boek, ja. Ja, wat dacht je nou? Er is maar één boek wat ze... Ze moeten nu naar de... Voorstel ze de lockdown ook de boekenwinkels dichtgooien. Ja. Ren nu. Ja, absoluut. En als de boekhandel al dicht zou zijn, als je er aankomt, bol.com, amazon.nl, standaardboekhandel.be, het is te vinden voor als je maar wil. Ja. Ja, ik kan met oprecht zeggen, ik heb het met veel plezier gelezen en ik heb heel veel dingen waarvan ik dacht van... Ah ja, dat wist ik wel, die ik niet wist. Of dat ik toch nog dingen gevonden heb. Bijvoorbeeld, wat ik net zei, rampenfilms vind ik leuk. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat... Ik wist Airport, maar ik wist niet dat er een Airport 75, een Airport 77, de Concorde Airport Nederland. Ik wist zelfs niet dat dat bestond. Ik wist de Beyond the Poseidon Adventure, wist ik. Maar bijvoorbeeld Rollercoaster, dat wil ik zien. Ik wil een rampenfilm over een rollercoaster, dat moet ik zien. Dus... Die airportfilms zijn allemaal echt zeer leuk. Vaak leuk. Die rollercoaster is eigenlijk fokken een beetje aan de saaie kant. La 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 la. Zo volwassen. Ja, ik ga toch kijken. Nee, ik wil dat gewoon zien. Ik zie dat graag. En ook al die... Je hebt altijd de personages worden neergezet. We leren ze allemaal kennen. Het zijn allemaal clichés. En dan is het... wie gaat er het eerst dood? En wie blijft er over? Dat is eigenlijk waar het over gaat meestal. Absoluut. Hè? Absoluut. Goed, Jan. Ik vond het zeer aangenaam met jou. Maar ja, het is altijd zeer leuk om met jou over film te babbelen. Dat is lief. Het laatste wat ik wil zeggen is... Behalve dat de mensen nu het boek moeten gaan kopen of bestellen of nep, is... Dat ik over een maandje of zo wil ik heel graag een podcast doen over een van mijn favoriete films die dit jaar 30 jaar is geworden. Tremors. Aha, Tremors. Leuk, absoluut. En of je zin hebt om daar aan mee te doen. Ik ga, heb je zin om met mij over Tremors te praten? En waarschijnlijk zal ik... Ik heb denk de eerste 3 of 4 teruggezien ook voor het boek. Dus ik ben nu toch wel een beetje de zandwormen specialist. In Ruddervoorde en omgeving. Tremors is eigenlijk Dune zonder de vervelende stukken. Dat is eigenlijk Tremors. Ja. Wat grappig is, de film, de oorspronkelijke is 30 jaar oud, staat nu op YouTube een documentaire over. En de 7e film is deze maand uitgekomen. Ja. Dus, is dat echt zo? Want die wordt al zo lang aangekondigd. Nee, die is deze maand. Ik heb gezien dat die op Amazon te koop is. Okay. Dus ik heb de 7e zie je passeren. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben nog maar aan 4 inderdaad ook. Dus ik moet 5, 6 en 7 nog bekijken. Als we dat gedaan hebben, dan wil ik graag ook bij jou over Tremors babbelen. Dan is deze afspraak bij leven en welzijn gemaakt. Zeer goed. Jan Verheijen, fantastisch bedankt voor het gesprek. En hopelijk tot snel.